Goed, paragraaf 5.4 gaat dus over de Nederlandse opstand. En dan wordt de periode beslagen vanaf 1515 tot 1648. En zoals gezegd is dat een van de verdikkingen tijdens je nieuwe eindexamen. Oftewel, volgend jaar, mei 2015, ga je hierover extra vragen krijgen. Nou, die paragraaf heet dus het kenmerkend aspect, het ontstaan van de Nederlandse opstand. Maar dat is niet helemaal waar. Want als je het hebt over het ontstaan van de Nederlandse opstand, dan heb je het over hoofdzaak 1. Oorzaken van de opstand. Maar hoofdzaak 2 is het verloop van de opstand 1568, 1588. Maar ook dat is niet helemaal de waarheid. Want de paragraaf gaat ook nog verder tot 1648. Alleen behandelt de paragraaf de periode na 12-jarig bestand, vanaf 1621 tot 1648, niet heel erg uitgebreid. Maar dat ga ik wel doen. Nou, wat zijn nou die oorzaken? Die hebben eigenlijk te maken met één kernbegrip. En dat is centralisatiepolitiek. En centralisatie deden Engelse vorsten, deden Franse vorsten, maar ook de Spaans-Habsburgse vorst die over de Nederlanden regeerde. En die centralisatiepolitiek kun je uitsplitsen in drie onderdelen. Eén religieuze tak, één economische tak en één politieke tak. En uiteraard lopen dingen in elkaar over. Het is echt niet zo dat het volledig gescheiden van elkaar is. Maar er zijn wel duidelijk religieuze, economische en politieke argumenten te vinden waarom de Nederlanden in 1568 tot in opstand komen tegen de Spanjaarden. Nou, we beginnen met het religieuze gedeelte. En in 1515 wordt Karel V heer van de Nederlanden. Op 23-jarige leeftijd krijgt hij een koninkrijk tot zijn beschikking dat zich uitstrekte van Oostenrijk in het oosten, via Duitsstalige gebieden, het huidige Duitsland, naar Vlaanderen, de Nederlanden en ook Spanje, Portugal. Dus een gigantisch rijk had hij. Daarnaast had hij ook nog al wat overzeese bezittingen. Denk aan de ontdekkingsreizen waarover we het wel hebben gehad. Dus hij had een koninkrijk, zoals men zei, waar de zon nooit onder ging. Hij had bezitting in het oosten van de wereld, Azië, in het westen van de wereld, Latijns- en Zuid-Amerika. En hij is katholiek. En hier hebben we hem. Deze man is het. En hij zit daar heerlijk op een stoel te relaxen waarschijnlijk. En hij wilde natuurlijk één godsdienst. En het kon maar één godsdienst zijn. En dat was namelijk het katholicisme. Al het andere was eigenlijk per wet verboden. En dan moet je denken aan Luther en Calvin. Twee van die reformatorische stromingen. Twee mensen die dat katholicisme wilden hervormen. En in 1522 beveelt hij de keizerlijke inquisitie. En wat hij zegt is dat het bezitten, het verspreiden en het drukken van ketterse geschriften, oftewel de boeken van Calvin, de boeken van Luther en heel veel andere van die reformatoren, dat was bij wet verboden. En als je dus betrapt werd met een protestantse bijbel in je zak, dan werd je dus veroordeeld tot milde straf, het ogen uitsteken, zodat je die ketterse geschriften niet meer kon lezen, zodat je alleen nog maar kon luisteren naar wat meneer pastoor te vertellen had, tot en met de brandstapel voor de vrouw, zak je kruid om je nek, van onderen aansteken en je ontplofte, net zoals die Ajax-supporter vanaf de gracht. En mannen die werden, als ze een beetje van stand waren, werden ze onthoofd, maar er waren ook gevallen dat mensen gevierendeeld, geradbraakt, etc. De meest fantastische straffen werden bedacht. En dat zag er zo een beetje uit. Hier wordt iemand een beetje opgehangen. Dan worden zo aan zijn armen, die worden dan gebroken. En dan breken je schouders en je spieren breken dan, hartstikke gezellig. En hier wordt iemand gebrandmerkt, zo te zien. Fikkie erbij en dan wordt er iets op zijn voeten gedaan. Nou, volgens mij krijgt hij een of andere cocktail toegediend of zoiets dergelijks. En hier zie je dus een ambtenaar straffen uitschrijven. En rechts zie je dus een geestelijke. Hier kun je waarschijnlijk zo'n rozenkrans ontdekken, maar hier zie je in ieder geval een kruis. Dus de geestelijke wereld bemoeit zich dus met het berechten van iemand uit de wereldlijke wereld. Die hele strijd tussen geestelijke wereld en wereldlijke wereld komt hier dus tezamen. En hier staat ook op verschillende wijzen van pijnigen bij de inquisitie gebruikelijk. Oftewel, een soort instructieboek. Nou, ook economisch gebeurde er het een en ander. Want Karel V had een gigantisch rijk, ging overzees, maar had daarvoor veel geld nodig. En zoals we al eerder behandeld hadden, verschuifde
het economisch zwaartepunt in Europa van Italië naar Vlaanderen en later ook naar Brabant. Daar was het meeste geld te verdienen. En dat waren de gebieden die in contact stonden met de rest van de wereld. En dus voerde hij belasting in. En dat was een tiende penning. Oftewel, er werd 10% belasting geheven over, in dit geval, winst. Een soort winstbelasting. En vandaar dat Fokker en Sukke ook zeggen, sinds Karel V zijn de Nederlanden netto betalen aan Europa. Oftewel, wij betaalden meer aan Karel V dan dat we ervoor terugkregen. Nou, dat voedde ook de onvrede in de Nederlanden. Want als je belasting moet betalen, dat is weer slecht voor de handel. En heel veel Nederlanders hadden het al niet heel rijk. En er wordt gedaan alsof we altijd een rijk land zijn geweest. Maar je werd wel een stukje de armoede ingedrukt. En daar kwam ook nog wat politieke oorzaken bij. Want Karel V bedacht een manier om zijn land te besturen. Hij zorgde ervoor dat de belangrijkste adel aan hem gebonden werd. En dus richtte hij in 1533 de Raad van State op. Bestaan nog steeds, zitten in Den Haag. En daarin nam hij de hoge adel mee. En de voorzitter van de Hoge Raad is altijd de vorst van Nederland geweest. Dus in dit geval is de voorzitter van de Raad van State zijn koninklijke hoogheid Willem-Alexander. En er zitten tegenwoordig niet alleen maar adel in, maar hele slimme mensen komen in de Raad van State bijeen en geven de overheid tot op de dag van vandaag advies over wetten. Dus de wet dat jongeren vanaf 18 jaar pas mogen drinken, is in de Raad van State besproken. En daar hebben ze waarschijnlijk gezegd, dat is een top idee. Hadden we veel eerder moeten doen. Dus zo bond Karel V de hoge adel aan zich. Want ze mochten hem adviseren. Uiteindelijk mocht hij nog steeds zijn eigen gang gaan, maar ze gaven hem in ieder geval iets van inspraak. En in 1533 richtte hij ook de Geheime Raad en de Raad van Financiën. En die twee bedrijven, zullen we maar zeggen, die bestaan niet meer. Maar dat waren ambtenaren en zij hielden zich bezig met het innen van belastingen en het uitvoeren van zijn wetten. En dat waren ambtenaren. En het voordeel van ambtenaren is dat zij doorgaans heel goed luisteren naar hun vorst. Want als ik mijn salaris wil krijgen, dan moet ik heel goed luisteren naar mijn rector, zullen we maar zeggen. En als ik dat niet doe, dan word ik op straat gezet. Maar dat wil ik wel heel graag. Nou, niet op straat gezet worden, maar ik wil blijven werken. Want anders word ik uiteindelijk alsnog op straat gezet. Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen. Dus ambtenaren doen doorgaans heel graag wat de vorst van hun verlangt. Bestaanszekerheid. Dus voor de uitvoering gebruikt hij ambtenaren. En daarmee werd de adel een beetje buitenspel gezet. Denk aan de feodaliteit, de privileges die adel altijd had gehad, van oudsher in de middeleeuwen. Die werden opzij geschoven om ambtenaren de uitvoering te laten doen. Dus die drie elementen komen samen. Nou, in 1555 vindt er een machtswisseling plaats. Want in 1555 wordt Karel V gedwongen de godsdienstvrede van Augsburg te tekenen. En in die godsdienstvrede werd het principe vastgelegd dat alle Duitse vorsten, Duitsland bestond in allerlei kleine gebiedjes, dat bestaat nog steeds. Denk aan Noord-Rijn-Westfalen, denk aan Beieren. Die vorsten mochten hun eigen godsdienst bepalen. En sommige deelstaten in Duitsland werden protestants, en sommige deelstaten werden ook katholiek. En dat is het hele verhaal van Luther. Luther zei, de lokale bevolking moet naar zijn of haar vorst luisteren. Dus als een vorst protestants was, dan werd de bevolking eigenlijk automatisch ook protestants. Dus zo zorgde de godsdienstvrede van Augsburg ervoor dat die centralisatiepolitiek van Karel V mislukte. Verschillende godsdiensten in één rijk. En dan volgt Philips II, deze man, volgt Karel V op. Hij komt in 1555 in de Nederlanden, wordt daar heer, gaat in Brussel wonen. En daar was het grote koninklijk paleis. Maar hij had echt niet zo naar zijn zin in de Nederlanden. Kun je wel voorstellen, ik bedoel, november in de Nederlanden. En dit weer. En je komt uit Spanje. Ja, altijd een lekker zonnetje, lekker warm. Dus hij stuurt iemand anders daar naartoe. En dat is zijn halfzus, Margaretha van Parma. En zij wordt landvoogdes. Oftewel, zij gaat namens Philips II de Nederlanden besturen. En nou denken die Nederlandse edelen, en Willem van Oranje was er één van hen, die dacht, ik ben een vrouw aan het stuur. Geen bloed aan de muur, maar dan moeten die keizerlijke inquisitie, die keizerlijke wetten, die strenge wetten, die moeten wel wat minder kunnen worden. Dus zij dienen in 1566 het smeekschrift der edelen aan.
Zij gaan naar Brussel en vragen aan Margaretha van Parma. Alsjeblieft, Margaretha van Parma, maak een einde aan die kettervervolging. Maak een einde aan die zware belastingen, zodat de handel kan bloeien en zodat wij er een stukje beter van worden. Maar zij weigert en zij noemt degene die daar naartoe gaan, naar haar paleis, noemt zij bedelaars. En het Franse woord voor bedelaars zijn geuzen. Belangrijk om te houden. Wat zij wel toelaat is dat die keizerlijke inquisitie wat minder wordt. Zij laat bijvoorbeeld toe dat protestanten samen mogen komen buiten een kerk. En dat noemen we zogenaamde hagepreken. En tijdens een van die hagepreken, op 10 augustus 1560, zegt een dominee, die zegt, die katholieke kerk met haar rijkdom en haar geweldige banketten, goed eten, en wij arme Nederlanders, wij moeten iets doen tegen die rijkdom van die katholieke kerk. Dus zij besluit op 10 augustus 1566 de eerste kerk in de Nederlanden te bestormen. En die kerk die ligt tegenwoordig in Frankrijk, maar vanuit Frankrijk verspreidt die beeldenstorm zich over de rest van de Nederlanden. Eerst in Vlaanderen, daarna naar Brabant en zo verspreidt zich dat over de rest van de Nederlanden. En hier zie je hoe dat eraan toe ging. Letterlijk werden kerken vernieuwd. Dus mensen liepen de kerk uit met allerlei beelden van Jezus en Maria. Om die misschien wel op de markt te kunnen verkopen of iets dergelijks. Maar kerken werden gesloopt. En dat kan Philips natuurlijk niet over zich heen laten. Hij dacht nog steeds, een vrouw aan het bestuur, daar komt alleen maar ellende van. Dus hij stuurt een hertog, hij stuurt een leger aanvoerder. En dat is de hertog van Alva. Maar er zit bijna een jaar verschil tussen. En dit gebeurt vanaf augustus 1566. Hij moet uit Parma komen, uit Italië. Maar ja, daar zit één iets tussen, dat zijn de Alpen. En de Alpen in de winter, daar kom je niet makkelijk overheen. Dus hij wacht, de hertog van Alva, wacht tot het voorjaar van 1567 om naar de Nederlanden te komen. En juist in die periode, zeg maar de winter van 1566, 1567, was de situatie rustiger geworden in de Nederlanden. En toen kwam ineens die verschrikkelijke legeraanvoerder en dat gooide alleen maar olie op het vuur. Het werd alleen maar erger. Want die hertog van Alva, die stelde de zogenaamde Raad van Beroerte in. Hij liet degene die die opstand hadden geleid, die beeldenstorm hadden geleid, liet hij oppakken en berechten. En in de volksmond onder de Nederlanders werd dat dus ook de bloedraad genoemd. En hij wrong de Nederlanden uit als een sinaasappel. Oftewel, hij voerde opnieuw een belasting in, een tiende penning. En dit keer was het 10% belasting op alle roerende goederen. En dus dat betekent gewoon levensmiddelen. Alle levensmiddelen werden in één keer 10% duurder. Dat was voor die Nederlanders echt een ondraaglijke financiële last. En dat leidde tot zoveel armoede, daar moest men iets tegen doen. Dus Willem van Oranje, die tijdens die periode van de bloedraad gevlucht was naar Duitsland, die valt met een aantal opstandelingen de Nederlanden binnen. Vanuit Duitsland valt hij bij Heiligerlee, dat ligt in de tegenwoordige Drenthe, valt hij de Nederlanden binnen. En dat ziet er zo uit. En zo begint op 23 mei 1568 de Nederlandse opstand. Dat was die eerste hoofdzaak. Nou maar eens even kijken naar het verloop daarvan. Nou, in 1572 boeken de geuzen, zo worden de opstandelingen genoemd, hun eerste succes. Als zij Den Briel innemen. En hier zie je dat, er is een schilderij van gemaakt. Daar is een heel mooi lied over gemaakt. En dat heet het lied van Koppelstok. En een van de regels daarin is: de watergeus komt om Den Briel. Oftewel, de opstandelingen die de water Den Briel binnenvallen. En Den Briel lag in Zeeland, dus dat was strategisch van belang. Maar de Spanjaarden slaan terug, en dit moet er 15 zijn. De Spanjaarden hadden namelijk een probleem. Zij vochten niet alleen tegen de Nederlanden in het noorden, maar ook op het Middellandse zeegebied in Turkije waren zij hard aan het vechten. Dus Philips II moest zijn troepen verdelen over zijn koninkrijk, maar hij moest natuurlijk ook veel soldaten betalen. Maar dat kon hij niet. Dus de troepen in de Nederlanden, de Spaanse soldaten in de Nederlanden, die besluiten om heel veel Vlaamse steden te gaan plunderen. Op zoek naar voedsel, verkrachten zij en vermoorden zij talloze kinderen, vrouwen, etc. Dat noemen we de Spaanse furie. En dat zette in de zuidelijke Nederlanden, zeg maar tegenwoordig België, ontzettend veel kwaad bloed. De zuidelijke Nederlanden waren immers katholiek.
dachten dat de Spanjaarden een bondgenoot waren. En nu gaat je bondgenoot ineens je vrouw verkrachten. Dat leidde ertoe dat de noordelijke en zuidelijke Nederlanden samen gaan werken. En dat noemen we in 1576 de pacificatie van Gent. Noord-Nederland en Zuid-Nederland, 17 gewesten, besluiten dat zij één vijand hebben en dat is Spanje. En dat is hier verbeeld. Het is een allegorie, een beeldvoorstelling. En hier zie je de 17 gewesten, voorgesteld als maagdelijke vrouwen. Oftewel als vrouwen die eigenlijk onaantastbaar of ongeschend moeten blijven. En zij worden beschermd door de Nederlandse leeuw tegen het Spaanse tuig. Die hen omsingelt. Maar gezamenlijk zullen zij beschermd worden door de Nederlandse leeuw en in het bijzonder Willem van Oranje. Dus een korte periode gaan Noord- en Zuid-Nederland samenwerken tegen Spanje. Katholiek en protestant gaan samenwerken. Nou, dat gaat natuurlijk niet lang duren. Mijn ouders waren protestant en katholiek en zijn gescheiden. Hetzelfde gebeurt bij de pacificatie van Gent. Ook na 3 jaar valt dat uiteen. En dan krijg je in 1579 de Unie van Utrecht. 7 noordelijke gewesten, de noordelijke Nederlanden, besluiten dat ze samen een eenheid vormen, waarin Holland en Zeeland gereformeerd zijn, zeg maar protestant zijn, en de overige gewesten blijven katholiek. Maar niemand zal om zijn of haar geloof vervolgd worden. Er heerst gewetensvrijheid. Je bent vrij om te denken wat je wil. Daar zat ook een heel praktisch voordeel aan. Want als je tolerant bent, is het ook heel makkelijk handelen. Want je hoeft je niet bezwaar te voelen als je als katholiek gaat handelen met een protestant. Of andersom. En daar kun je geld mee verdienen. En wonder boven wonder worden wij ook een van de rijkste landen, ofwel het rijkste land ter wereld in deze periode. Nou, hoe verloopt het dan verder? In 1581 besluit men om zich af te scheiden van Spanje. En dat doet men in het plakkaat van verlating. Mensen komen bijeen in de Staten-Generaal te Den Haag, de belangrijkste edelen, en zeggen dat als een vorst de belangen van zijn volk niet nakomt, mag hij gezien worden als een tiran. En tegen een tiran mag men in opstand komen. En zo besluiten wij ons af te stoten van Spanje. Wij gaan voor onze onafhankelijkheid. Plakkaat van verlating. Onze onafhankelijkheidsverklaring. Maar helaas, het is niet alleen maar roosgeur en maneschijn. In 1584 wordt Willem van Oranje te Delft door Balthasar Gerards, een katholieke fanaticus, vermoord. En nog steeds als je naar Delft gaat, kun je de kogelgaten zien zitten op de plek waar Willem van Oranje zou zijn neergeschoten. Er is een hele theorie over dat Willem van Oranje niet meteen dood was, maar dat hij nog een tijdje zwaargewond door Delft heeft gelopen. Maar in ieder geval was hij vermoord. En er komt een grote beloning voor Balthasar Gerards. Maar de Nederlanden hebben een probleem. Want zij moeten op zoek gaan naar een nieuwe leider. Wie moet Willem van Oranje gaan opvolgen? En ze gaan op zoek naar bij Frankrijk. Ze zoeken de broer van de Franse koning, de hertog van Anjou. Vragen zij om in hemelsnaam de koning te worden van de Nederlanden. Want die was immers ook protestant. En ze vragen het aan de Engelse koningin, Queen Elizabeth. Alsjeblieft stuur iemand om ons te leiden. Maar dat mislukt allemaal. En in 1588 stellen ze de deductie van Franken op en daarin besluiten de Nederlanden verder te gaan zonder hoofd, staatshoofd. Ze worden een republiek. Het enige land in Europa dat geen vorst heeft. En uniek voor Europa. En het hoogste orgaan wordt de Staten-Generaal. In de Staten-Generaal, daar waar vertegenwoordigers uit de 7 gewesten samenkomen, daar zullen besluiten worden genomen. En ze worden ook nog eens een keer geholpen in de strijd, doordat de Spaanse armada ten onder gaat. Want Philips II was niet alleen in oorlog met dit gebied, nee, hij was ook nog in oorlog met Engeland. Dus hij laat vanuit Lissabon, hier, een grote vloot samenstellen, duizenden schepen, 200 schepen geloof ik, laat hij samenstellen. En die moeten in Antwerpen troepen inladen en dan zouden ze wel Engeland binnenvallen. Maar slim als wij waren, besluiten wij de toegang tot de Schelde, hier in Zeeland, te blokkeren. En wij worden ook nog eens een keer geholpen door het feit dat de Engelse koningin Elizabeth zo slim was om hier kanonnen neer te zetten. Dus Philips II moet met zijn schepen verder naar het noorden en om Engeland heen.
En te Ierland wordt hij getroffen door een verschrikkelijke storm. En daar gaat zijn vloot ten onder. Want hij dacht, dan val ik zo Engeland wel aan. Dat mislukt en zo gaat de grootste oorlogsvloot die de wereld tot op heden had gezien, 1588, ten onder. Een storm die ons goed gezind was. Want dat verzwakte Philips in de strijd tegen de Nederlanden. En dan komt men erachter eigenlijk dat die strijd tot een impasse leidt. De opstandelingen die veroveren wat, de Nederlanden veroveren wat, maar ook de Spanjaarden veroveren een keer een stad, vermoorden een stad uit, dan moorden wij weer een stad uit. Dus het is een beetje gelijkspel. En dan besluit men in 1609 dus de wapens 12 jaar lang stil te leggen. Van 1609 tot 1621 is er geen oorlog in de Nederlanden. Ja, dat deed men om de Nederlanden te laten herstellen van de eerste, nou laten we zeggen, 40 jaar oorlog. En dat deden de Spanjaarden ook om hun troepen te laten herstellen. Dus we besluiten om 12 jaar lang geen oorlog te voeren. En dan maken tekenaars deze tekening in de Nederlanden. En hier staat het 12-jarig bestand afgebeeld. Dit is een triomfkar, hierop zit de vrede. Hier lopen Nederlandse edelen. Hier zie je Mars en Venus die elkaar omhelzen. Mars, de oorlogsgod. Venus, volgens mij de vredesgodin. Die omhelzen elkaar, oftewel het einde van de oorlog. Nou, hier zitten tal van elementen in waaruit je de vrede kan herleiden. Oftewel, wij vieren dat als een overwinning op Spanje. Ondertussen had Spanje wel een ander probleem gekregen. Want Spanje krijgt niet alleen oorlog met de Nederlanden, maar krijgt eigenlijk met heel Europa oorlog. Met Duitsland, met Frankrijk en met Engeland. En dat noemen we de 30-jarige oorlog. Dus Spanje moet vechten tegen de Nederlanden, tegen Frankrijk, moet in Duitsland vechten, moet tegen Turkije vechten. Oftewel, overal moet Spanje vechten. En dat leidt ertoe dat de belastingen in Spanje torenhoog zijn. Want die soldaten moeten immers allemaal betaald worden. En soldaten worden betaald uit belastingcenten. En dat leidde er in Spanje zelf toe dat er heel veel opstanden ontstonden. Onder andere Catalonië komt in de jaren 1630 in opstand tegen de Spaanse koning. En dan zegt de Spaanse koning, nu is het wel genoeg. Het is tijd om vrede te sluiten. En in 1648 komen vertegenwoordigers bijeen uit de Nederlanden, maar ook uit het Heilige Roomse Rijk, ook uit Spanje, ook uit Frankrijk, ook uit Engeland, om in Münster, niet ver over de grens bij Nederland, de vrede te tekenen. En in 1648 wordt die vrede ondertekend. En daarin wordt de Republiek erkend als onafhankelijk, onschendbaar land in een groot Europa. En daarmee komt paragraaf 5.4 ten einde.